terug naar die stembus. Zo groot is mijn gebrek aan, aan vertrouwen. Maar het zijn niet allemaal hardnekkige niet-stemmers. We hebben ook gevraagd, wat krijgt u dan wel naar de stembus? En een aantal mensen geven antwoord en die zeggen, politici moeten eerlijker worden. Ze moeten de beloftes nakomen die ze in verkiezingscampagnes aan, aan kiezers doen. En heel veel mensen zijn ook moe van het polderen. Als er een compromis gesloten wordt, dan zie je vaak dat meerdere achterbannen van politici allebei ontevreden zijn. En dat ontmoedigt kiezers ook om naar de stembus te gaan. Nou, de laatste twee argumenten.